De Achterhoek en dan Doetinchem in het bijzonder was zaterdag het decor van de CIMAC Ladies Tour. Een van de grootste wedstrijden in het internationale vrouwenwielrennen. Bij de internationale toppers viel vooral de heuvels in Montferland in de smaak. Vooral op die heuvelzone, dat was ook wel een leuk stukje, want daar kan je het echt een beetje verschil maken. En, maar ja, het was jammer dat niet zeg maar, alle ploegen ook ja, een beetje een zware koers wilden. En dan wordt het gewoon moeilijk om, ja, om een verschil te maken zo op het vlak zonder wind. Dus, maar ja, voor verder was het wel een mooie koers. De wedstrijd eindigde in een massasprint op de Dr. Hubert Noordstraat. De Nederlandse Lorena Wiebes kwam als eerste over de streep. Ondanks het grotendeels vlakke parcours hadden de deelnemers toch gehoopt dat het geen sprint zou worden. Het was in het begin heel sloom en niet zoveel aan. Dus we hebben eigenlijk zelf ervoor gekozen om een beetje vuur, olie op het vuur te gooien. En helaas wilde iedereen mee, dus kwam er uiteindelijk niemand weg. Doetinchem is trots dat ze als start- en finishplaats op het programma stonden. Het is echt een heel groot evenement. Het heeft ook internationale uitstraling. We krijgen natuurlijk ontzettend veel teams en heel veel rensters vanuit het buitenland. Vanuit Amerika, Nieuw-Zeeland, Frankrijk. Nou, noem maar op, eigenlijk vanuit heel de wereld komen de toprensters komen hier naartoe. Wiersma hoopt dat het evenement gaat zorgen voor inspiratie in de regio. Het is niet alleen maar natuurlijk mooi als sportevenement, maar juist omdat het vrouwen zijn. Het is heel vaak zo dat vrouwensport op zelfs op de wereldklasse, dat heel vaak toch een beetje ondergesneeuwd raakt. En juist daarom is het heel mooi dat we zo'n soort evenement hier naartoe halen. Want het is een voorbeeld voor alle jonge meisjes die nu denken, hey, misschien kan ik dat later ook. Het is onduidelijk of de Achterhoek volgend jaar de wielerwedstrijd weer gaat organiseren. Maar als het aan de wielrensters ligt... Ja, we komen graag nog wel een keertje terug, maar dan allemaal rondjes bij Seremberg. Ja. De Tour de Montferland misschien? Oh, ja hoor. Als jullie dat willen organiseren...